Gunther Steiner en Haas namen na het seizoen van 2022 afscheid van Mick Schumacher om hem te vervangen met zijn oudere en meer ervaren landgenoot Nico Hulkenberg. De Italiaan is nu duidelijk in zijn redenen om de jonge Duitser aan de kant te schuiven en geeft nog een kleine sneer richting zijn voormalig pupil. Steiner legt tegenover iNews uit hoe de besluitvorming eraan toe ging. Ik ging gewoon met hem zitten en vertelde hem dat we het team verder moesten brengen met een ervaren coureur. Het is onderdeel van het werk. Natuurlijk is het niet leuk om te doen. Ik geniet daar niet van, maar uiteindelijk moet je professioneel zijn. Omgaan met de Schumacher is natuurlijk niet gemakkelijk zoals je je kan voorstellen. Hij is ermee opgegroeid, dus hij was niet blij. Ik zou wel zeggen dat hij al een aantal tekenen aan de wand had gezien. Hij is een slimme jongen. Uiteindelijk wisten we hem niet te krijgen waar we hem wilden. En moest ik veranderingen doorvoeren. Je kunt niet blijven trekken aan een dood paard. Al dus Steiner. Ja, en ik ben wel benieuwd wat jij nou vindt van deze keuze van Steiner. Laat het even weten in de reacties.